We zijn in Knarrebos West. Toos van Vliet uit Lelystad vraagt zich af hoe het nou kan dat deze bomen zo schuin staan of scheef staan. Maar Jos, dat ligt toch eigenlijk een beetje voor de hand, want het komt gewoon door de wind. Dat zou je de eerste instantie zou je zo denken, dat het door de wind komt. Ja. Maar dat is niet zo. Oh, daar heb ik weer. Hoezo ja. Niet dan? Nou ja, dit zijn populieren. Dit is een populierenbosje. Aangeplant in 1979 ongeveer. En dit is een soort wat gevoelig is voor scheefgroeien, zoals je kan zien. Maar hoezo gevoelig? Want normaal groeien ze gewoon recht. Ja, hebben ze er wat mee uitgespookt dan? Nou, dit is een klone. Populieren lenen zich uitstekend voor experimenteren met andere soorten. Je moet zien, toen dit bos is aangeplant, was de bedoeling dat hier houtproductie uitgehaald zou worden. Populieren zijn uitermate geschikt voor houtproductie. Groeien snel, worden lekker dik. Ja. Er komt veel hout af. Ja, qua houtproductie is het dus helemaal gelukt. Mooie, dikke, forse boom. Snel groeien. Snel groeien ook nog. Een goed wortelgestel. Je ziet hoe scheef ze staan. En de meeste staan nog rechtop. Hè. Ja. Het is dus eigenlijk een beetje mislukt omdat ze scheef staan. Ja. Maar hoe dan ook, ik vind het prachtige populieren. Toch? Het zijn een van de mooiste populieren die hier in Flevoland ooit zijn aangeplant.